Dat klinkt ook niet iedereen als muziek en door. Maar soms moet je ook dingen schulden kwijt. Schelden. Dat is vaak op langere termijn. Kost dat als samenleving kost dat ons minder dan de ellende maar door laten slepen. Ja, ik heb een vraag naar mevrouw Schouten. Ik ken veel jongeren om mij heen die schulden hebben opgelopen door school. En dat is dan bijvoorbeeld omdat ze zijn afgestroomd of het is werd demotiverend, noem het maar op. En dan begint het met niet opdagen en het vergeten van studiefinanciering opzeggen, doorgaan met studenten-OV en noem het maar op. En daardoor is Duo dus een van de grootste schuldeisers onder de jongeren. Ja. En wat ik mij dan afvraag, of het mogelijk is of de overheid niet wat meer coulanter kan zijn met jongeren tussen de 18 tot de 21, omdat zij, je bent net 18, je weet niet wat je moet doen. Je leert het niet op school. En als je dan alles ineens zo voor je krijgt en je ineens een fout maakt, dat kan je het van de rest van je leven achterna zitten. En dit gebeurt bij zoveel jongeren en jullie weten er ook al van. Dus ja, is dat niet mogelijk? We weten dat een van de redenen bijvoorbeeld waarom jongeren ook schulden hebben is omdat ze hun OV-kaart niet op tijd opzeggen. En dat kan best wel in de papieren lopen als je dat niet op tijd doet. Waardoor nu bijvoorbeeld ook de minister van Onderwijs aan het kijken is of dat hij gewoon ervoor kan zorgen dat je automatisch eigenlijk niet meer kan reizen met je OV-kaart als je daar gewoon geen recht meer op hebt. Dus dat je op die manier eigenlijk, je moet een soort mechanisme inbouwen waardoor het eigenlijk gelijk duidelijk is van, oh, er is iets aan de hand. Daardoor kan ik het niet meer gebruiken. Ik moet dus nu iets doen, want anders dan heb ik waarschijnlijk een probleem of wat dan ook. Maar ook met schulden. Hier in Amsterdam is er ook nu een pilot begonnen, ook met Duo en de gemeente Amsterdam, die ook eerder contact opneemt met jongeren die bijvoorbeeld al een aantal keren niet aan hun betalingen hebben voldaan, of dat er iets een situatie is met Duo, waardoor je sneller naar de jongeren toe kunt om te kijken om het probleem niet zo groot te laten worden. Dus je moet eigenlijk steeds sneller erbij zijn om te zorgen dat het probleem, als het er is, dat het niet heel groot kan worden, want dat is voor ons vaak veel moeilijker. Ja, en coulant, het is best lastig om te bepalen of een jongere natuurlijk zelf stopt omdat hij dat zelf wil of dat hij een fout heeft gemaakt. Mm-hmm. Dus ik denk dat we vooral veel meer sneller erbovenop moeten zitten als zo'n situatie zich voordoet, zodat het probleem niet uit de hand kan lopen. Maar denkt u niet ook misschien dat, want we zien het niet alleen bij het OV-chipkaart, hoor, maar bij alle vormen van lenen, dan zet de overheid wel er een kleine waarschuwing bij in de vorm van een misschien onderin een kleine balk. Mm-hmm. Maar denkt u niet dat dat veel, veel zichtbaarder moet zijn, vooral voor jongeren? Eentje van de eerste die een paar jaar geleden nog, als je bij Duo een lening wilde afsluiten, ik weet niet of je dat nog hebt gezien, maar was de eerste keuze op de website, wilt u maximaal lenen? Hoeft u alleen een vinkje aan te vinken? Ja, weet je, als het je bijna in de schoot wordt geworpen, dan is het een beetje, nou ja, hier zit de wetenschapper, maar het lijkt mij dat je dan denkt, nou, dat is best een optie. Ja, ik heb dat geld verkeerd nodig. Mm-hmm. Dus dat soort, gewoon al bijna soort streetwise opties moet je gewoon al doorvoeren om te zorgen dat het niet een soort automatisme is. Wilco, het werd net al aangestipt, makkelijk geld lenen. Mm-hmm. Het is al een tijdje ding, maar het wordt volgens mij steeds makkelijker. Ik ben ook niet vreemd van Klarna, het systeem waarmee je achteraf kan betalen. Je hebt natuurlijk Afterpay, je hebt telefoonabonnementen. Wat is hier zo gevaarlijk aan, specifiek voor jongeren? Nou, ik denk dat het bij alles wat je aanschaft, zijn dat abonnementen of leningen, dat je van tevoren na moet denken, kan ik dat betalen? Mm-hmm. En dat is denk ik het belangrijkste. En die beslissing kun je alleen maar ook maken als je voldoende informatie hebt over wat dingen gaan kosten. Mm-hmm. Dus dat is één. En ik wil even aansluiten op wat hier eerder gezegd is over dat het niet gebruik van toeslagen heel laag is, dat OV-kaarten niet stopgezet wordt. Ik denk dat het heel goed zou zijn voor elke organisatie om na te gaan bij regelingen. Wat gebeurt er nou als iemand niks doet? Mm-hmm. Loopt het dan mis? Dan moet je een veiligheidsnet inbouwen. Want we weten met name als mensen in de stress zitten, dat doet cognitief, dat doet iets met je hoofd. Dat betekent is dat je eigenlijk niet op lange termijn nagaat denken, dat je heel moeilijk in actie komt en minder snel dus bepaalde dingen gaat doen. Dus dan moet je nagaan denken, als ik nu niks doe, loopt het dan mis?
gaat die OV-kaart dan echt inderdaad nog 6 maanden doorlopen? Mm-hmm. En dan moet je ingrijpen. Ja. Dan moet je misschien een systeem hebben, is dat je elke maand je OV-kaart aan moet zetten. Mm-hmm. Want dan kom je wel in actie van als je bij het poortje komt, die zegt van nee, ja, dan ga je wel naar de automaat. Ja. Dus dat is een andere manier van erover nadenken. Mm-hmm. En ik kan me ook voorstellen dat met al die stressfactoren, dat het dan ook een stuk aantrekkelijker wordt om even die blauwe brief van de Belastingdienst niet open te trekken. Ja, want ik denk wat... Met alle gevolg van dien. Wat bij geldstress speelt. Er zijn eigenlijk 2 dingen wat bij geldstress speelt. Mm-hmm. Ten eerste is geldtekort. En ten tweede is dat je het gevoel hebt geen grip meer te hebben op de situatie. Mm-hmm. En het is die combinatie die het zo stressvol maakt. Want als je geen geld hebt, maar je hebt nog wel grip op de situatie, wordt het bijna een uitdaging. En dan kun je misschien creatief oplossingen zoeken. Maar het is die combinatie van geen geld hebben en er geen controle op hebben, die het zo stressvol maakt. En dan krijg je die brief in de bus. En dan denk je, ja, nu kan ik hem gaan openmaken. En er zit een rekening in. En die is ongetwijfeld verhoogd. Mm-hmm. En als ik hem openmaak, ga ik me nog rotter voelen. Ja. Dus dan ga ik hem in de la stoppen. Korte termijn. Ja. Dat is op zich een hele logische gedachte. Het punt is dat daar automatisch ongetwijfeld boetes gaan lopen. Onze overheid is zelf ook nog wel niet altijd heel coulant daarin. Dus als je dan weer niks doet... Mm-hmm. Als je 6 maanden je boetes niet betaalt, dan gaat hij van 50 euro stapelt, naar 3000 euro. Het stapelt. Ja, precies. Als wij verwachten dat mensen zelfredzaam zijn, moeten wij de omstandigheden creëren waardoor mensen ook zelfredzaam kunnen zijn. En dan moeten we een situatie creëren waardoor het verstandig financieel gedrag makkelijker wordt gemaakt. En onverstandig financieel gedrag, misschien dat we daar wat drempels voor moeten gaan opwerpen. Want hoe gedrag tot stand komt, dat heeft met de persoon zelf te maken, maar het heeft ook met de situatie die wij creëren te maken. Ja, het woord coulance viel net al en is ook iets waar jij eigenlijk op hint. Nou, en misschien wat vergevingsgezindere overheid die goed gedrag stimuleert en je niet direct laat vallen als je een keertje. Ja, maar ik denk, zeker bij de jongeren. Ik wil niet zeggen dat de overheid zich op moet stellen als een vergevingsgezinde ouder. Nou, maar wel vrije richting die kant op. Zeker jongeren zijn wat impulsiever, nemen wat meer risico. En ja, af en toe worden er fouten gemaakt. En het moet niet zo zijn is dat jarenlang de jongeren blijft achtervolgen. Ja. En zoek dan samen met de jongeren oplossing. Wees vergevingsgezind. En dat klinkt ook niet iedereen als muziek en door. Maar soms moet je ook dingen schulden kwijt. Schelden. Dat is vaak op langere termijn, kost dat als samenleving, kost dat ons minder dan de ellende maar door laten slepen.